Niek, wat is jouw grootste nachtmerrie? Gewoon eindeloos vallen eigenlijk. Dan ben ik aan het slapen en dan word ik gewoon in schrik ineens wakker. Yeah. Dan moet ik echt gewoon even een half uurtje gewoon wakker zijn of iets anders doen. Om gewoon weer tot rust te komen. Serieus? En andere nachtmerries? Dat je zelf doodgaat, dat iedereen eigenlijk doodgaat, je ouders. Bijvoorbeeld. Ja, dat is wel de grootste nachtmerrie die ik heb. Heb je enig idee wat die nachtmerries betekenen? Zit er een betekenis achter? Kan. Nee, geen idee. Ja, dit is je nachtmerrie. Vandaag duiken we gewoon jouw nachtmerrie in. Maar wat we gaan doen, dat kan ik helaas nog niet vertellen. Ik vind het niet leuk. Niek, ga hier beginnen. Oké, echt? Ja, okay. Serieus. Want als je heel goed kijkt hier, dan zie je jouw ouders hier ergens tussen. Ik heb echt veel dat ik gek aan het worden. Jullie? Ja, ik zie een foto van mijn familie. Oh ja. Vandaag is jouw kans om uit je nachtmerrie te komen. Ja. En dan gaan we voor de hoogst haalbare punten. En dan krijg jij gewoon je familie weer mee naar huis. Oké. 10 punten, hè? Oké, high five. Wat zei je? Nou, Heb jij? 2 punten staat erop. Ik heb 2 punten. Ja. Oké. Mag ik dan nu mijn familie terug, meneer, alsjeblieft? Ja. 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 Je viel er allemaal best wel mee. Ja, dat viel heel erg mee. Ik heb je familie gered. Ja. Ben je blij? Ja. Ben je gelukkig? Ja, ik ben nog wel een beetje bang. Hoezo? Want ik nog niet helemaal het gevoel heb dat zo makkelijk kan. Dit was slechts één van jouw nachtmerries. Maar je hebt er nog één. Ja. Dus het is tijd voor stap 2. Ik ben blij dat mijn familie nog leeft, Tas. Ja. Ik ook. Zit je nou te kijken? Nee. Deel 2 van jouw nachtmerrie. We gaan deze kant op. Oh, nee. Ik ga naar huis. Ja, dat kan niet. Kijk nou, het lijkt toch echt alsof dat ding omvalt nu al? Vallen, daar heeft het wel mee te maken inderdaad. Je gaat hem nu met open ogen beleven. Nou, ik ga mijn ogen heel hard dicht houden, maar goed, ik ben er niet klaar voor. Ik krijg een beetje buikpijn. Niek, heel veel sterkte. Sas, gaan we met me mee dan? Ja. Minimaal 100 kilometer in. Ja. Dus je bent te licht, dus je moet even dus iemand anders erbij doen ofzo, want je mag niet alleen. Oh, wat chill, jij gaat met me mee. Nee, ballast. Kom erbij. Ja. Jij gaat mee? Ja, ik offer mezelf maar op. Nou, dit ding zit nu aan te trekken. Ik word helemaal gek. Hoeveel meter is het ook alweer? 54 meter. Ik haat je eigenlijk, maar goed. Het spijt me. Het is jouw nachtmerrie. Het spijt je helemaal niet. Wat gebeurt hier, jongen? Hij zit hier goed, volgens mij, hoor. Ja, maar heb je dit vaker gedaan? Dan zit ik je eerste werkdag. Nick, gaat hij goed? Nee, wacht. We gaan helemaal schuin. Nee. Niek, ik ga je redden. Ja, graag. Pak mijn hand. Ja. Hey. Hoe gaat het? Het is echt een nachtmerrie gewoon. Ja, ballast, dankjewel. Ik doe dit nooit meer. Niek, je hebt het gewoon gedaan. Ik heb je familie veilig gehouden. Ja. Die mag jij weer meenemen. Dankjewel. Eén van de betekenissen van jouw valdroom, dat je maar blijft vallen, betekent eigenlijk dat je spanning zo hoog ligt, ja, dat je iets meer moet chillen. En dromen over dat je familie doodgaat of dat er iets ergs gebeurt, dat zijn hele normale dromen als je eigenlijk volwassen aan het worden bent. En als je leert op eigen benen te gaan staan. Kleine Niek, grappig. Kleine Niek wordt volwassen. Nee. Ja, kleine jongens worden groot. Dat is gewoon gedaan.